te bezien of Roemenië het wel of niet zou kunnen maken tegen een elftal van Nederland dat op 9 plaatsen gewijzigd was. Bijvoorbeeld geen captain Van der Sar, maar wel Stekelenburg. En zo ging die wedstrijd beginnen. De spelers hadden tegen de jongens die in het veld stonden gezegd van kom op, we gaan geen wedstrijd verliezen op dit EK, dus ook niet deze wedstrijd. Maar het begin was niet makkelijk voor het Nederlands elftal. Er werd een beetje gezocht, het was niet al te snel. Er kwamen wat kleine kansjes, bijvoorbeeld hier met Van Persie na een voorzet van Engelaar. Maar het was zoeken, het was schuiven, het liep niet automatisch, het tempo lag te laag. En de Roemenen kregen zo nu dan een kansje, maar niet meer dan dat. Dit vond men al een kans in het Roemeense kamp, het schotje van Mutu. Nederland met Engelaar. Weer het zoeken en weer het vinden van Van Persie. Maar de combinaties liepen niet echt goed en men hield contact met datgene wat bij Italië-Frankrijk gebeurde. Maar het was veel belangrijker wat de ploeg zelf zou doen. Dit schot was niet onaardig, maar het was van afstand. En Stekelenburg is niet blij dat er zo'n afstand gegeven of dat er zo'n schot gegeven kan worden. Dan Avelay. Avelay en Boularus, de beste aanval. En Huntelaar schiet niet, maar drukt met de binnenkant van de voetenbal over het doel. Boularus speelde goed en ging in de tweede helft eraf omdat hij goed speelde. Robben. En hij schuift de bal naast. Want Van Basten had voor de wedstrijd over Boularus gezegd, als hij goed speelt mag hij er snel uit. En heeft hij bewezen dat hij het ritme en de vorm heeft. Kuyt stond ook niet in de basis, maar liep een lange tijd warm. Maar het waren de Roemenen die zo nu en dan iets deden. En dan ging het voornamelijk met de nummer 10, Mutu. Hij geeft de bal mee aan Rad. De voorzet is er. En dit is de beste Roemeense kans. Maar Codrea met zijn linker, ook hij tilt de bal over het doel. Heitinga, die uitstekend speelde, kijkt even toe en zegt dan van jongens, kom op, we moeten geconcentreerd blijven. En dat geldt ook voor haar, wakker blijven. Want het was niet altijd even goed in die eerste helft. Maar ja, zo'n kind ziet dat niet. Wij wel. Heitinga ook met de lange bal in de tweede helft. Bal op Van Persie. Mooi aangenomen. Mooi gedraaid. En daar, nee, daar is het Lobont die de 1-0 voorkomt. Maar je voelt in de tweede helft dat de kansen voor het Nederlands elftal gaan komen. De Roemenen doet het maar zonder overleg. Kivu, niet gezien in de wedstrijd, verspeelt de bal. Engelaar komt steeds beter in de partij, stuurt Van Persie weg. De controle is er net niet, maar steeds dichter komt die bal bij het doel van Lobont. Het is wachten op het moment, het is wachten op de versnelling. Bijvoorbeeld met Robben. Robben kijkt, geeft de bal goed voor. Bij de tweede paal gaat hij helemaal aan iedereen voorbij. Maar dan komt hij bij Avelay. Avelay met de voorzet, laag voor. En dan gaat hij opeens. Huntelaar, niet gezien in de wedstrijd, scoort. Ja, daar ben je spits voor. Je staat op de juiste plek en scoort 1-0. Van Basten is blij, de spelers zijn blij, de begeleiding is blij. Men wil gewoon ongeslagen door naar de kwartfinale. Het Nederlands legioen, hons en hons trouw. En het Roemeense legioen, zeer teleurgesteld. Maar het legioen was positiever dan de bondscoach, die wegwerpgebaren maakte naar zijn eigen spelers. Deze Pitourka, gênant om te zien. Maar Nederland ziet het niet, want Nederland versnelt en vindt openingen tussen de linies door. Boularus met een schot. Het moet niet veel gekker worden. Hij mag er dan uit. Was goed genoeg, zegt Marco van Basten. En Mario Melchiot voor het eerst binnen de lijnen. Instructies dan voor Van Persie. Blijf een beetje dichter naar het midden spelen. Zoek de mogelijkheden. Op de achtergrond een hinkende Boularus, maar er was verder niks aan de hand. De Clare met een goede opening richting Kuyt. Kuyt die ook goed van zijn vleugel afkwam en de ruimte zocht aan de rechterkant die er steeds lag. Met Melchiot. Melchiot wacht wat lang. Geeft de bal naar Van Persie die de bal opwipt en hij knalt hem over het doel. Van Persie net niet raak. Maar het zal uiteindelijk toch gaan gebeuren. De Roemenen combineren nog wat, proberen wat te schieten, maar er zit geen overtuiging in het spel. Ze proberen van alles en dit schot wordt net gekraakt, zoals het zo mooi heet tegenwoordig, door Bauma. En dan is er een kleine blessure bij Mutu. De Zeeuw kijkt. Het gebeurt uit stand, maar de opening is goed. Er is ruimte daar bij Van Persie. Van Persie, Van Persie zoekt zijn linker en vindt zijn linker. Sterker nog, vindt het net en scoort uiteindelijk 2-0. De topscorer van Oranje inderdaad, met 2 treffers tot nu toe in het toernooi. Nederland 9-1. En Nederland doet wat het moet doen. Het wint van de Roemenen. En zo staat er iets heel moois. Maar zoals gezegd, het is het begin. Nederland wil meer. In de kwartfinale zal het normale, tussen aanhalingsteken, team weer spelen. Maar dit was een prima prestatie tegen een Roemenië, waar men in de kwalificatie niet van kon winnen en niet tegen kon scoren. Nog een paar kleine kansen. Dit scheelt ook heel weinig. Vennegoor Hesseling binnen de lijnen gekomen voor Huntelaar, kan er net niet bij naar de schuiver van de Zeeuw. En dan is het feest weer daar. Is iedereen weer blij. Worden natuurlijk weer familieleden en met name kinderen ook opgezocht. En is het in de kleedkamer even onrustig. We horen nog wat klanken na eilen. Niet zo ver hier.
hier vandaan. Maar Nederland doet zijn sportieve plicht. Nederland wint dus met 2-0 van Roemenië. En die beelden die gaan ook...